Voorzitter, op 10 november, jongstleden, hebben wij als Hart voor Den Haag samen met collega-fracties en bezorgde omwonenden een brandbrief aangeboden aan de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, om te stoppen met, zoals wij dat hier noemen, de smeerpijp door het midden. Die boodschap is duidelijk. Den Haag zit niet te wachten op die smeerpijp waarvoor meer dan 100 bomen moeten wijken, waarvan naar schatting ook nog eens 50 bomen meer het loodje zullen leggen door de aanleg. Kwetsbare woonwijken zoals Moerwijk en Transvaal langdurig worden opengebroken voor warmte die hun huizen nooit zal bereiken. Kostbare en schaarse grond zal worden opgeofferd waar niets meer op mag gebeuren omdat er leidingen van het warmtenet liggen. Voorzitter, als een duveltje uit het doosje wordt nu ook nog even het tracé Rijswijk-Leiden uit de Hoge Hoed getoverd, waarvoor nog twee Haagse wijken open moeten, Ypenburg en Leidseveen. Aan de Haagse inwoner wordt niets gevraagd. Wederom wordt het opgedrongen. Voorzitter, Den Haag is klaar met een opgedrongen smeerpijp door de provincie en gasunie. Hart voor Den Haag wil hem niet en bijna de voltallige raad wil hem niet en heeft zich zelfs uitgesproken om een procedure door de gemeente Den Haag te voeren tegen de aanleg van de smeerpijp. Voorzitter, wij laten de provincie of gasunie niet de dienst uitmaken hier in Den Haag. Wij zijn de baas in eigen stad en we zullen ons op alle mogelijke manieren blijven verzetten tegen deze smeerpijp. Voorzitter, dit is een hoorzitting en dit is de boodschap die mijn fractie Hart voor Den Haag met u mee wil geven. Stop met deze smeerpijp, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.